Het is een goede kans. Het is een paal en de rebound is voor Twente 1-0 voor. Twente 1-0 voor. Geen buitenspel hier. Ugalde op de paal. Ugalde er dan in. Szymanski. En die is binnen. Van die afstand. Oh, wow, wow. Oosterwolde ook nog eens tegen zijn oude club. Zorgt hij voor de gelijkmaker. Van die afstand binnenkoppen. Nou. En dan regeert met een trap van achteren. Dat geeft hem ongetwijfeld een gele kaart. Jazeker. Hier gaat de VAR nog naar kijken, ben ik bang. Ja, dat wordt een rode kaart. Ja. Dat zei Samuel. Het zijn aardige 2-1's en het is 2-1 voor Fenerbahçe. Mooi uitgespeelde aanval. Hoenestal, kansloos. Houdt Twente stand? Dat is de vraag. Karagioğlu, daar zijn ze weer. Karagioğlu, het is 3-1. Het gaat veel te snel. Kavecci op aangeven van Karagioğlu. Daar is snel gegooid. Dzeko. Dzeko. Ja, Dzeko, het sterke lichaam ertussen. Dat wordt weer een schietkans. En het is raak, het is 4-1. 4-1 is te veel. 3-1 was al pijnlijk veel. 4-1 is... echt te veel. Hij legt hem op de stip. Hij legt hem nog op de stip ook. Binnendoor. 5-1. Poeh.